camping bij de Drie Linden op Alverna wil uitbreiden. Op dit moment is er nog plaats voor tientallen caravans, maar als het aan de eigenaren ligt, worden dat er ongeveer 240. Dat idee is ontstaan doordat we vaker een grotere vraag hadden als het aantal plekken die we op onze huidige camping hebben. Daarbij is camping Wiegenhorst sluit zijn deuren. Dus in de regio is er gewoon meer vraag als het aantal kampeerplekken die er zijn. Daarnaast hebben we een heel groot stuk akkerbouwgrond naast onze boerderij liggen. Waarbij we steeds minder inkomsten genereren en moeilijker is om rond te komen. Dus wij willen dat eigenlijk inzetten om ons camping te vergroten. Een aantal omwonenden is het hier niet mee eens. Zeker niet, gezien een deel van de Wiegenhorst een Landel Green Parks wordt en er ook al een hotel bij de Berendonk op de planning staat. Daarom is Stichting Vrienden van de Venne opgericht. Zij maken zich zorgen over massale toerisme rondom Alverna en het Vennegebied. Nou, we zijn zeer verontrust over de ontwikkeling die schade zal aangaan brengen in het Vennegebied. We missen dan de rust en de bevordering van de natuur die heel kwetsbaar is in het Vennegebied. En we vinden het passend om daar weerbaar tegen te zijn. De camping-eigenaren snappen de kritiek en zeggen daar rekening mee te houden. Ja, daar hebben we zeker rekening mee gehouden door een camping te maken voor het type gasten die we willen ontvangen. Die respect hebben voor de natuur, gaan voor de rust en de ruimte die er is. Maar zij zullen zich niet alleen maar ophouden in de 2 kilometer straal van de camping. Maar zullen ook ver buiten dat gebied gaan recreëren. Fietsen, winkelen, van allerlei activiteiten die in de wijde omgeving hier te doen zijn. Het gaat vooralsnog om een visie. Een definitief plan is er nog niet, omdat de gemeente eerst richtlijnen voor een uitbreiding moet vaststellen. Dat gebeurt pas zodra er genoeg vooronderzoek is gedaan naar de drukte op de Heumenseweg en de eventuele aantasting van de Venne. Naar verwachting kan het allemaal nog jaren duren, maar Vrienden van de Venne laat het er niet bij zitten. Het is terecht dat we ons druk maken over een visie. Het is echt het duidelijke voornemen om in de route daar naartoe weerbaar te zijn. En de gemeente, de gemeenteraad en de wethouders dusdanig informatie te geven en te beïnvloeden dat zo'n beslissing niet gekomen zal worden.